Alsjeblieft. Wat er vooraf ging in de King. Well, ik hou van je zoon. Sterf jij dan van zijn bloedhond? Hij heeft zijn kind achtergelaten voor je Nava. Zijn kind wou niet mee. Zijn kind heeft hen eigenlijk gewoon verraden. En hij heeft toch de beslissing gemaakt door met je Nava mee te gaan. Dit is iemand die je kunt vertrouwen, want zijn eigen kind achterlaten. Dat is een hele opoffering. Tenzij hij de transformatie ondergaat en alles van zijn verleden achter zich laat. Dat hij dan pas geaccepteerd gaat worden. Maar ja, Ik denk heel eerlijk dat hij hier nooit geaccepteerd gaat worden. Denk je dat hij hier vrolijk kan rondhuppelen als hij van Kanta Tribo afkomt? Dat is net zoals dat we Raftagar toelaten in je Nava. Dat kan gewoon niet, Leon. Ja, en Leon, het was toch wat in Kanta Tribo. Het was daar zo streng de afgelopen jaren. Sinds de vader van Job is vermoord en Job vermist is. Raftagar is echt een tiran. Een vreselijk wezen die iedereen onderdrukt en gestoord maakt. En Kanta Tribo is gewoon niet meer Kanta Tribo. Nou, echt. Dat kan ik wel begrijpen, want ja, Raftagar. Ja, die ouderwetse regels en al het gedoe. Ik moest er gewoon weg. Ik moest gewoon een goede toekomst voor mijn zoontje Daniel. En nu is die ook nog weg. Het komt wel goed, Demi. Misschien dat je hem ooit wel weer terugziet. Maar hij is 10 en hij is gewoon weggelopen. Hij is alleen naar Kanta Tribo gegaan. Weet je hoe gevaarlijk het daar is in de jungle? Ik ben niet eens daar om hem te beschermen. Wat moet ik nu? Ik wil gewoon een goede toekomst voor mijn zoontje en mij. Wat moet ik? Okay. Hij koos een ander pad. Ja, maar ik denk dat jij dat moet accepteren, jongen. Ja, maar hij redt zich vast toch wel. Niet. Hij heeft geen moeder meer. Hij heeft helemaal niemand die daarvoor hem zorgt. Alleen die smerige, raftige. Alleen hij is er nog. Oké, ik denk dat het beste is als ik gewoon hier wat opbouw en ooit terug ga naar Kanta Tribo om een zoontje voor mij terug te winnen. Hem te overtuigen van hoe geweldig en groot je Nava is. En hoe goed Koning Smaal is voor zijn volk. Ik weet zeker dat Raftagar altijd heeft gelogen over dat het zo'n dictator en tiran is. Het kan niet anders. Hij is zo goed voor me geweest. Hij heeft me echt dingen beloofd, Leon. Ja, nou, dat zal vast wel. Weet je, ik denk dat je er gewoon een nachtje over moet slapen. Morgen ben je vast weer de oude. En dan zullen we er tegenaan gaan. Pluk de dag, Demi. Die komt er wel. Ja, als jij het zegt, Leon. In ieder geval bedankt, Leon, voor de steun. En ja. Nou, dan moet ik inderdaad maar even een nachtje goed rusten. Komt wel goed, Demi. Geloof in mijn woord. Dat zal ik doen. Oké, de Black Gate. Ik moest nog eventjes langs het soepwinkeltje, want we moeten natuurlijk nog even wat vaten met soep inslaan voor onze reis richting Myrdia. Oh, Riverside. Gegroet jongens. Goed jullie weer te zien. Ik ga maar eens even kijken of er nog wat post is. Typisch Mika staat ook al voor de poort. Gadverdamme. Ik zit nou helemaal onder het rioolwater. Oké, dat hadden we beter niet kunnen doen. Maar goed, even zien. Het is alweer goed warm hier. De generaal staat erboven. En ja, ik zal eens even kijken wat voor post we allemaal nog hebben. Want we moeten natuurlijk wel een beetje op de hoogte zijn van de status in Myrdia. Er is de laatste tijd gewoon te veel aan de hand. Tussen Khaleesi, tussen alle andere landen eigenlijk die ons een beetje dwars zitten te bomen. En volgens mij zijn de valken nu wel. Oh, ze zijn alweer weg. Maar misschien dat er post is. We gaan even kijken. Nee, alleen veren en papier. Misschien hier. Even zien, papier. Oh, de vallende val. Maar de courant van ons. We gaan eens even lezen. Wat staat erin? De vallende Valmar. Rebellie in het oosten. In Oud-Valmar is het aantal rebellen en rovers toegenomen. Oud-Valmar is steeds vaker het slachtoffer en de koninklijke wacht voert niks uit. Wat? Dat hebben we natuurlijk niet. Dat lijkt me niet de bedoeling. In ons verslag beschrijven wij de slechte kanten van Meinert. Oeh, pitter. Oh, wat? Pagina 5. Nou, er zijn ook alweer pagina's uit de krant gescheurd, zo te zien. Absurd. Boreaanse wortelen, de herfst komt er weer aan en wat betekent dat? Ja, Boreaanse wortelen, heerlijk van smaak en goed voor je ogen. Sanne vertelt meer over de trends van voedsel in Midisti. De elfen stimuleren veganisme in heel Midisti. Lees meer op pagina 9. Nou, dat heb ik dus niet. Oké. Man, echt, waar gaat het over? Wat,
Wat verandert Sanne onze levensstijl? Dat kan niet. Oké. Bevolking ontevreden. Nou, wat hebben ze nou weer te klagen? Gisteren nacht heeft er zich in Oud-Valmar een protest gehouden. Wat? Het begrip voor Kantanen is volledig van de kaart en het volk wil dat alle Kantanen worden uitgeroeid. Wat? Koning Samal zal een uitspraak doen in de Black Gate. Wat? What the fuck? Wat is dat hier? Oké, dit kan niet. Wat? Kantanen moeten worden uitgeroeid en wat houdt dat in? Demi? Demi is een Kantaan. En Samal die komt hier naartoe om een woordje te zeggen over Demi? Wat gaat dat over, man? Ik moet alles klaarzetten. Ik hoop maar dat het goed komt. Oké. Daar ben je, Leon. Gegroet, koning Samal. Kan ik u helpen? Gegroet, je kan me zeker helpen. Waar is Demi? Demi? Wat is er met Demi? Ik heb Demi nodig. Je gaat hem nu halen. Oké, dan maar, denk ik. Ja, zeker weten. Lang geleden dat ik dit heb moeten doen. Oké, ik heb hem gevonden. Wat is er nou precies? Kijk, helemaal top. Demi, kom je even dichterbij staan? Ja, oké. Kom even meeluisteren. Ja. En laat je wapen vallen. Wat is dit? Ik ga het je uitleggen. Mooi zo. Oké. Er zijn wat dingen aan de hand in Yennava. Er is net een opstand vannacht geweest. Omdat mensen hem dit land uit willen. Mensen willen geen Kanta-tribo in Yennava. En dat is dus het grote probleem. Jij bent Kanta-tribo. En al ben je maar één iemand, mensen willen je weg hebben. Mensen stonden daar letterlijk met fakkels en wapens voor de troonzaal van ons koninkrijk. Ze waren boos en zeiden tegen mij dat hun familie aangedaan is door Kanta-tribo. En dat ze het niet normaal vinden dat ik het accepteer dat jij hier rondloopt. En dat snap ik van dat volk. Ik snap hun woede. En ik snap ook dat jij ons geholpen hebt met informatie, Demi. Ja. Maar het kan niet anders. Het kan niet anders dan dat je geëxecuteerd moet worden. Wat? Leon, zo moet het gebeuren. Zo moet het gebeuren als ik wil dat het volk hier gewoon nog normaal gaat gedragen. Het volk van Yennava blijft het belangrijkst. Dat is onmenselijk, Samal. Omdat een paar mensen dat zeggen. Ja, luister. Hij is alleen maar iemand die in de weg loopt. Ik bedoel, ten eerste, jij moet steeds op hem letten. De mensen zijn boos in Yennava. Dit kan niet langer zo doorgaan. Ik bedoel, het is ook wel zo. Hij is geen Yennavaan. Het is wel een vriend. Ja. Sorry, maar daar heb ik niks mee te maken. Ik snap dat je er zo over denkt. Maar het volk gaat voor. En mijn wil is wet. Helaas, Demi, jij zult worden geëxecuteerd. Laat het maar gewoon, Leon. Ik zag het al aankomen. Nou ja, toch bedankt, koning Samal. En jij ook bedankt, Leon. Dit kan je niet laten gebeuren, okay, Demi. Neem me mee naar het kasteel. Neem me mee Samal! Naar het kasteel. Neem Demi mee heeft je godverdomme informatie gegeven. Hij heeft je geholpen. Hij heeft voor Yennava gekozen terwijl zijn kind in Kanta-tribo wou blijven. Je bent ziek. Ziek in je hoofd. En je spuugt hem ook nog eens na. Hoe durf je? Jij moet eens een keer je brutale mond dicht houden. Ik ben hier de koning van Yennava en je zal naar mij moeten luisteren. En ik ga niet luisteren naar iemand die iemand van Kanta-tribo hier aan het beschermen is. Nee, ik ben een koning en ik luister naar mijn volk. En als je het niet mee eens bent, val lekker dood. Hij gaat dood, hij zal vernietigd worden en we zullen geen problemen meer hebben hier in Yennava. Vaarwel, Leon. Succes ermee. Ik ben klaar met jou. Oké. Waar is Demi? Jongens, jullie! Laten we gaan of jullie zullen eindigen aan mijn zwaard. Leon, wat doe je, man? Nee? Wat doe je? Niks, hè? Kom maar op dan, hè? Sterf hier maar, hè? Heb jij ook, hè? Verdomme! Oké. Demi. Wat kom je doen, Leon? Ik ga je redden.